De facturen voor alle leveringen van goederen en diensten die een ondernemer verricht aan andere ondernemers moet een factuur worden uitgereikt. Zie artikel 35 EV Wet Omzetbelasting. Er bestaat geen verplichting tot uitreiking van een factuur aan particulieren. Dit mag uiteraard wel plaats hebben. Een verplichting tot uitreiking van een factuur aan particulieren bestaat altijd in geval van de zogenaamde afstandsverkopen voor leveringen van nieuwe vervoermiddelen naar andere lidstaten, in geval van vooruitbetaling voor de hiervoor genoemde prestaties. Indien de ondernemer met de afnemer is overeengekomen dat vooruitbetaling zullen plaatsvinden, moeten deze vooruitbetalingen worden gefactureerd. De omzetbelasting over deze vooruitbetaling dient bij de eerstvolgende aangifte te worden voldaan. Ontheffing van uitreiking van een factuur bestaat onder meer voor 1. Openbaar vervoer. 2. Horeca voor wat eten en drinken betreft. 3. Ondernemers die ontheven zijn van hun administratieve verplichtingen. 4. De levering van tabaksartikelen. Eisen aan de factuur. Artikel 35a Wet Omzetbelasting. Datum van uitreiking, BTW-identificatienummer ondernemer, BTW-identificatienummer afnemer in geval toepassing 0 tarief op grond van tabel 2 post A6. Opeenvolgend nummer met één of meer reeksen waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd. Naam en adres van de ondernemer en zijn afnemer. De hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten. De datum waarop de prestatie is verricht of de datum waarop de vooruitbetaling is gedaan. De vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief de belasting, evenals de eventuele vooruitbetaling, kortingen en andere kortingen indien niet in de eenheidsprijs begrepen, het tarief, het belastingbedrag, in geval van een vrijstelling of van leveringen met toepassing van bij de wet behorende post A6 of wanneer de belasting wordt geheven van de afnemer, enige aanduiding hiervan. De gegevens die nodig zijn om te bepalen of een voertuig nieuw is. In geval van toepassing van de margeregeling, enige aanduiding hiervan. In geval de belasting wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger, het BTW-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger, alsmede zijn naam en adres. Sancties. De binnenkomende facturen moeten door de ondernemer nauwlettend in de gaten worden gehouden, omdat de fiscus het recht heeft de aftrek van de voorbelasting ten aanzien van facturen die niet aan de eisen voldoen, te weigeren. De Hoge Raad heeft al beslist dat het ontbreken van een volgnummer op de factuur voldoende is om de aftrek van de voorbelasting te weigeren. Wet ketenaansprakelijkheid. Naast de verleggingsregeling, zoals we die bij invoer kennen, bestaat er ook een verleggingsregeling bij onderaanneming.
Een hoofdaannemer van een bepaald project werkt altijd met onderaannemers die het feitelijke werk zelf uitvoeren, dan wel ook weer met onderaannemers die werken die het werk uitvoeren. Vroeger was de omzetbelasting verschuldigd door de onderaannemer die aan de hoofdaannemer factureerde. De hoofdaannemer had dan weer recht op vooraftrek. Op grond van de in 1982 van kracht geworden wet ketenaansprakelijkheid was de hoofdaannemer aansprakelijk voor de voldoening van de omzetbelasting door zijn onderaannemers. Dit stuitte echter op praktische problemen. Vandaar dat binnen de wet op de omzetbelasting een verleggingsregeling is opgenomen. Zie artikel 24b uitvoeringsbesluit omzetbelasting. De verschuldigdheid van de omzetbelasting berust niet bij de onderaannemers, maar bij de hoofdaannemer, die ook weer het recht van vooraftrek heeft, waardoor het resultaat vrijwel altijd nihil is. De onderaannemer factureert dus geen omzetbelasting aan de hoofdaannemer. De onderaannemer heeft wel recht op vooraftrek van de omzetbelasting ter zake van de prestaties die aan hem zijn verricht en waarop omzetbelasting rust. Voordeel van deze regeling is dat de fiscus, de hoofdaannemer, geen omzetbelasting als vooraftrek behoeft terug te geven die de fiscus niet ontvangt van malafide onderaannemers. Wet bestuurdersaansprakelijkheid. De wet bestuurdersaansprakelijkheid is ontworpen om misbruik waartoe de wetgeving op dit gebied aanleiding gaf efficiënt te kunnen bestrijden. Met ingang van 1 januari 1987 kunnen bestuurders van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, voor zover zij aan de heffing van de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Waarvoor aansprakelijk? Iedere bestuurder is aansprakelijk voor loonbelasting, omzetbelasting, premies, werknemersverzekeringen, bijdrage aan verplichte bedrijfspensioenfondsen. Wanneer aansprakelijkheid? De aansprakelijkheid kan alleen worden ingeroepen indien het lichaam in gebreke is gebleven met de betaling van deze bijdragen en belastingen. Tevens moet de inspecteur aannemelijk maken dat de niet-betaling aan de bestuurders te wijten is als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Formele bepalingen. Voor de formele bepalingen wordt u verwezen naar de Algemene Wet Rijksbelastingen en de invorderingswet die we in het vorige hoofdstuk behandeld hebben.